Er is iets verontrustends aan het kijken naar het gezicht van een mummie en te beseffen dat ze er eens precies zoals jij uitzagen. Voor archeologen zijn mummies een gelegenheid om informatie over oudere volken te krijgen. In deze video zal ik je vertellen over drie verbazingwekkende mummies. Laten we maar gelijk beginnen. Lady Di. Onze gedachten gaan misschien gelijk naar Egypte wanneer we het woord mummie horen. Maar mummies komen niet alleen in Egypte voor. Het komt in de hele wereld voor omdat verschillende culturen technieken ontwikkeld hebben om hun overleden naasten zo lang als mogelijk goed te bewaren. Er bestaan in feite twee soorten mummies, namelijk kunstmatige en natuurlijke mummies. Kunstmatige mummies zijn met opzet zo goed bewaard gebleven, met speciale technieken. Bij natuurlijke mummies is het toeval geweest, wat misschien nog wel interessanter is. Het eerste verhaal gaat over Lady Di. Lady Di was een edelvrouw uit de Han-dynastie in China. Ze leidde een luxueus leven en dat konden de archeologen vaststellen aan de hand van de luxe spullen die aangetroffen werden in haar graf. Deze spullen konden alleen de rijkste mensen uit haar tijd zich permitteren. De luxe spullen in haar graf waren onder andere geborduurde zijde kledingstukken, rokken, een zakje gemaakt van zijde, gevuld met kruiden, bloemen en geurig gras. Verder zaten er ook dozen cosmetica in het graf en zelfs muziekinstrumenten, bereide maaltijden en ga zo maar door. De archeologen constateerden dat Lady Di haar luxe leven had willen meenemen in het hiernamaals. De spullen die in haar graf werden gevonden liggen in een museum in New York en worden sinds 2009 daar tentoongesteld. Op de begraafplaats werden niet alleen de mummie van Lady Di en al haar spullen gevonden, maar ook de mummies van haar man en zoon. Deze vondst wordt als een van de belangrijkste vondsten van de 20e eeuw beschouwd. Aan de hand van de graven konden archeologen de levensstijl van Lady Di en haar gezin achterhalen. Met de verschillende maaltijden en luxe spullen in het graf van Lady Di konden de archeologen haar dieet, landbouwpraktijken, jachtmethoden en zelfs recepten uit de oude tijd achterhalen. Lady Di was dol op eten en haar favoriet was schorpioensoep. Omdat ze dol was op voedsel en een groot deel van haar dag zittend doorbracht, was ze redelijk zwaarlijvig en moest ze zich voortbewegen met behulp van een wandelstok. Ook had ze samengesmolten wervels in haar ruggengraat en dit zorgde voor hevige rugpijn en moeilijkheden bij het lopen. Naast deze problemen had Lady Di ook interne parasieten. Dit kwam doordat ze vaak genoeg voedsel at dat niet voldoende verhit was. Verder had ze last van hartaandoeningen en verstopte slagaders. Ze had ook galstenen en osteoporose. Haar toestand was zo erg dat een van de galstenen in haar galkanaal vast was komen te zitten en daardoor haar toestand alleen maar erger werd. Lady Di was dus niet heel erg gezond. Doordat ze zoveel aandoeningen had, stierf ze al op 50-jarige leeftijd als gevolg van een hartaanval die veroorzaakt werd door haar slechte gezondheid. De laatste maaltijd die ze nuttigde was blijkbaar watermeloen, want daar vonden ze resten van in haar maag. Naast het vinden van luxe spullen in het graf van Lady Di, werden er ook andere, minder luxe spullen gevonden, waarvan je nooit zou denken dat ze in een graf als dat van haar zouden kunnen liggen. De spullen waren boeken en manuscripten over gezondheid en welzijn. Op de tabletten stonden er recepten geschreven in het Chinees, recepten uit de Chinese geneeskunde om enkele gezondheidsproblemen te behandelen. Het graf van Lady Di werd in 1971 gevonden door archeologen in China. Haar lichaam was gebalsemd met een onbekende vloeistof die ervoor zorgde dat bacteriën niet konden groeien. Hierna werd haar lichaam in 20 lagen zijde gewikkeld en ze werd begraven in een speciale doodskist. In haar tombe zat veel houtskool en de bovenkant was dichtgemaakt met meters klei. Hierdoor was haar graf lucht- en waterdicht. Dit zorgde ervoor dat aanwezige bacteriën niet konden overleven in het graf. In het graf kwamen de archeologen ook kwik tegen, wat tevens de groei van bacteriën tegengaat. Lady Di wordt beschouwd als een van de best bewaarde mummies ter wereld. Haar lichaam verkeerde in nog zo'n goede toestand dat het bijna een wonder leek. Ze is namelijk niet de enige die op deze manier begraven is, maar andere soortgelijke mummies waren niet zo goed bewaard gebleven. Haar gezicht was nog vol en haar huid voelde zacht aan. Ook konden haar armen en benen nog buigen. Bij andere mummies is dit vaak niet mogelijk omdat ze neigen te breken bij zulke handelingen. Haar inwendige organen waren nog intact en in haar aderen zat nog bloed. De mummie van Lady Di was zo goed bewaard gebleven dat artsen zelfs een autopsie op haar konden uitvoeren en haar bloedgroep bepaalden. Het was dus een hele interessante en mooie mummie voor onderzoek. De mummie van Lady Di ligt in het Hunan Provinciaal Museum, waar ze aan bezoekers wordt tentoongesteld. Tollundman. Ook in Europa is een van de best bewaarde mummies ter wereld gevonden. Het gaat over een mysterieuze mummie die in Scandinavië werd gevonden. Op 9 mei 1950 waren twee mannen in het bos hout aan het hakken toen ze plotseling het lichaam van een man zagen. De ogen en mond van de man zaten dicht en had stoppels van een baard en een snor. De heren bevonden zich in een afgelegen moerasgebied en ze vonden het best vreemd dat de overleden man zo ver in het moeras lag.
De man droeg een cape gemaakt van schapenhuid en wol. Om zijn middel had hij een gladde riem, maar voor de rest was hij naakt. De twee heren dachten dat het om het slachtoffer van een misdaad ging en ze schakelden de politie in. Het leek namelijk alsof de man net enkele dagen geleden overleden was. Maar toen de politie erbij kwam, vonden ze het ook vreemd dat het lichaam zich zo ver in het bos bevond. Tijdens onderzoek hadden ze moeite met het achterhalen van de identiteit van deze mysterieuze man. Het onderzoek ging toen dieper en de onderzoekers deden toen een schokkende ontdekking. De man was helemaal geen man uit hun eigen tijd, maar een man die nog voor de huidige jaartelling heeft geleefd. Nu was de vraag hoe het lichaam van deze man zo goed bewaard was gebleven. De weefsels in zijn lichaam waren zacht en dat kwam door de zuurgraad van de bodem in de omgeving waar hij had gelegen en het gebrek aan zuurstof. Uit onderzoeken van röntgenfoto's bleek zijn hoofd onbeschadigd te zijn, terwijl zijn hart en longen goed bewaard waren gebleven. In het museum van Silkeborg schatten ze dat hij op een leeftijd van 41 jaar om het leven was gekomen. Door het moeras was zijn lichaam vreselijk gekrompen en leek hij daardoor veel kleiner. Onderzoekers zagen dat zijn halswervels beschadigd waren en zijn tong gezwollen was. Ze hadden daarom een vermoeden dat deze man door wurging om het leven was gekomen. Ook de maag en darmen werden onderzocht. Zoals bij de meeste goed bewaarde mummies kwamen ze resten voedsel tegen van zijn laatst genuttigde maaltijd. Het bleek een pap te zijn die bestond uit 4 soorten zaden en die de man 12 tot 24 uur voor zijn dood had gegeten. Voor de mensen uit zijn tijd was een dergelijke pap gebruikelijk. Omdat de onderzoekers geen wild vlees tegenkwamen in de maag van de man, constateerden zij dat hij in de winter was gestorven. De voeten en de rechterduim van de man waren ook heel goed bewaard gebleven en daarom kon de politie een vingerafdruk van hem maken. Zijn vingerafdruk werd de oudste geregistreerde vingerafdruk die er is. De mummie van deze man, die de Tollund man wordt genoemd, is te bezichtigen in het Silkeborg Museum in Denemarken. Echter is alleen zijn hoofd nog het origineel, omdat de conserveringstechnieken van toen onvoldoende waren om het lichaam van de Tollund man volledig goed te bewaren. Onderzoekers stelden toen voor dat het hoofd afgesneden werd. Vervolgens werd de rest van het lichaam in de zon gedroogd, totdat alle weefsels verdwenen. Een paar jaar daarna werd het lichaam van de Tollund man gereconstrueerd met de resten van zijn skelet. Een 900 jaar oude mooie mummie. Dan hebben we nu nog het verhaal voor je van de mooie mummie met intacte lange wimpers. Voor we haar gaan laten zien, kijk even onder de video of de abonneren knop al aanstaat voor jou. Naast mummies vertellen we ook graag verhalen over andere interessante zaken. Wanneer je de alerts aanzet, dan hoor je het steeds als eerste wanneer we weer een nieuwe video online hebben staan. In 2017 werden er 2 mummies gevonden door archeologen. De mummies lagen op de begraafplaats Zeleny Yar, nabij Salikhard in Siberië. De ene mummie was een volwassen vrouw en de andere een baby. Het zouden best moeder en dochter kunnen zijn geweest, maar dat konden de archeologen niet onmiddellijk vaststellen. De mummie van deze Siberische vrouw was mooi vanwege haar verschijning. Na onderzoek bleken de mummies 900 jaar oud te zijn en hadden ze dus ergens in de voormiddeleeuwen geleefd. De archeologen hadden het vermoeden dat de vrouw lid zou kunnen zijn geweest van een oude, vissende en jagende gemeenschap. Maar dat was nog niet alles. Het interessantste aan de vondst was dat de vrouwelijke mummie ook de enige volwassen vrouw leek te zijn die was begraven op de grote begraafplaats. De onderzoekers vroegen zich af waarom ze daar begraven was. De begraafplaats van deze Siberische vrouw werd eerder door mannen en kinderen gedomineerd. Dit gaf hen het vermoeden dat ze misschien had behoord tot de elite van haar tijd. De baby die ze vonden bij het graf van de vrouw bleek toch niet haar familie te zijn. Maar het bizarste van alles was dat van de vrouw alleen haar hoofd was begraven en dat was dus ook het enige wat de archeologen gevonden hebben in haar graf. Haar gezicht had bovendien een vreemde groene kleur. De kleur bleek afkomstig te zijn van de sporen van een koperen ketel die met haar in het graf was begraven. Het hoofd van de vrouw was gewikkeld in een soort nauwsluitende cocon van koper en bont. De bedoeling van de ketel was wellicht dat het haar zou beschermen in haar reis naar het hiernamaals. Maar de ketel hielp juist een handje mee bij het mummificatieproces van de vrouw. De onderzoekers van deze mummie waren verbijsterd over het onbedoelde mummificatieproces van haar hoofd. Het proces werd veroorzaakt door de permafrost in de bodem waar ze lag en de koperen cocon waarin ze begraven lag. Uit onderzoek bleek dat de vrouw pas 35 jaar oud was toen ze stierf. Het indrukwekkende aan deze mummie is dat haar lange wimpers na al die 900 jaar in de grond nog intact waren en dat ze een volle haardos op haar hoofd had. Zelfs haar tanden waren goed bewaard gebleven. Dit vonden de archeologen zo interessant, in feite zag ze er nog heel mooi uit, gezien haar toestand. De archeologen hebben de rest van het lichaam van deze mooie mummie nooit gevonden, maar ze is en blijft een bijzondere mummie door haar lange, intacte wimpers en haar. Dat zie je niet elke dag. Wat denk jij dat deze vrouw ervan zou vinden als ze wist dat haar hoofd na 900 jaar weer opgegraven en bewonderd zou worden? Laat het ons weten in de reacties.